Renate Voudenboeg van Das, voorzitter van de Bond voor Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst, BBGO, is gisterochtend overleden. Wouden werd in 2014 voorzitter van de BBGO en heeft op diverse fora steeds aangegeven dat gepensioneerden hun hoofd niet boven water kunnen houden. Een deel van haar leden moet het slechts doen met 1250 SRD AOV-uitkering per maand, terwijl een ander deel een klein bedrag aan pensioen erbij heeft. Tijdens haar voorzitterschap kwam de BBGO met het seminar De plaats van de ouderen in de samenleving in 2018. Het BBGO Magazine, een eigen bibliotheek en een televisieprogramma. Een andere nalatenschap is het nieuwe Bondsgebouw aan de Burenstraat. Naast de BBGO heeft Wouden zich ook jarenlang ingezet voor verschillende vrouwenorganisaties. In 2018 werd zij benoemd tot officier in de Ereorde van de Palm en in 2021 onderscheiden met de European Union Delegation voor Suriname Human Rights Award 2021. Renate Wouden-Boeg van Das is 72 jaar geworden.